De collegetijden van de Han en de Radboud Universiteit zijn aangepast om de drukte te verminderen. Maar het is nog steeds druk rondom de campus van de Han en de Radboud Unie. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat we niet de hele campus... praten wel over campus Heindaal, alsof dat de campus is van de Radboud Universiteit en Radboud UMC. Maar dat is niet helemaal waar, want juist die doorgaande wegen zijn van de gemeente. Dus we zullen altijd met de gemeente in overleg moeten als we daar iets willen. Dat gezegd hebbende, denk ik persoonlijk ook dat alleen de Erasmuslaan dichtzetten is niet de oplossing voor het grotere probleem. Want je verplaatst daarmee het probleem naar een andere plek of een ander punt op de campus. Maar er lopen al heel veel acties. En ze zijn dan met de gemeente, met Radboud UMC, met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in overleg over de bereikbaarheid en de veiligheid van deze campus. We hebben ook al het een en ander gedaan. We hebben onze collegetijden veranderd. De Radboud Universiteit een kwartier eerder, de Hogeschool Arnhem een kwartier later. Waardoor het minder druk is op de campus in de ochtendspits en we daardoor een grotere veiligheid kunnen garanderen. Afgelopen week is op een van die drukke punten een student aangereden. De Radboud Universiteit is op de hoogte van het probleem en volgens Wilma de Koning Martens al een tijd op zoek naar een oplossing. Natuurlijk was het onder aandacht van de universiteit, maar als zoiets gebeurt dan ga je weer opnieuw kijken naar de urgentie en de plannen. En wat kunnen we doen om te voorkomen dat dit soort ongelukken gebeuren. Maar er zijn nog heel veel andere maatregelen te nemen. En het lastige is dat je die maatregelen in totaal moet zien. En één maatregel aan zich eruit halen, dat gaat niet oplossen. Dus we zullen samen met een aantal partners dit probleem moeten oplossen. Aanleiding voor de accuraat om de verkeerssituatie nogmaals aan te kaarten. Sander van der Goes weet precies wat het probleem is. Het probleem met deze rotonde is dat er hier achter mij, dus op de korte bocht van de Heindaalseweg naar de Erasmuslaan, fietsers met hele hoge snelheid naar beneden komen, ondanks de aanpassingen die de gemeente naar aanleiding van een brief die we hebben geschreven in 2013 heeft gedaan. Die kom je heel wat naar beneden en we landen eigenlijk in de dode hoek van het grotere verkeer. We hebben het idee om de Erasmuslaan aan te passen. Wij vinden dat de universiteitscampus een campus zou moeten zijn. Dat autoverkeer en grote wegen daar geen splijtspan meer moeten zijn. We zien hier heel erg dat de faculteiten worden verdeeld. Je hebt aan de ene kant de medische faculteit. Dan heb je de rest van de faculteit en rechtsachter de beta faculteit. En wij zien dat de Heindaalseweg en Erasmuslaan echt midden in de campus daar snijden. Wij zien hier een mogelijkheden voor een Erasmuspark. Dat houdt eigenlijk effectief in dat wij minder wegdek willen hebben op de Erasmuslaan. Dat we willen een buslaan maken, zodat het busverkeer wel gewoon kan doorrijden. Maar zodat wij de rest van de weg, de ruimte die er wel ontstaat, kunnen aanpassen tot een mooi Erasmuspark.